Ali B's reputatie werd vorige week flink besmeurd in de kijkcijferhit Roddelpraat van presentatoren Dennis Schouten en Jan Roos. De heren melden dat de RTL4-rapper helemaal niet de perfecte familieman is, maar ongelooflijk vaak vreemd gaat en bovendien drugs gebruikt. Al snel besloot de rapper de comments op zijn Instagram-pagina uit te zetten. Showbiz-watcher Farja Farfardin vindt het verhaal dat Ali zou zijn vreemd gegaan met een meisje van 19 te smerig voor woorden en BNR-slachter Yvonne Coldewijer heeft zelfs een video over Ali aangekondigd. Ik heb heel veel Ali thuis verzameld afgelopen jaar. Dat hij veel vreemd gaat kan ik bevestigen, zegt ze. Na de roddelpraatonthulling over de vreemdgaande Ali stroomden soortgelijke ervaringen binnen bij de Juist Channels, maar die werden al snel weer verwijderd. Zelf zegt Roddelpraat ook veel reacties te hebben ontvangen. Er zijn nog heel veel mensen die zich hebben gemeld, zegt Dennis Schouten in de aflevering van deze week. Er is volgens Dennis één verhaal dat eruit springt. Hij deelt in de nieuwste Roddelpraat, die in nog geen etmaal tijd al meer dan 250.000 keer bekeken is, het verhaal van een jonge dame. Het was 2015, wij waren 18 ongeveer. Mijn vriendin en ik gingen een avondje stappen met z'n tweeën, schrijft ze. Ze liepen toen Ali B. en collega Brownie Dutch tegen het lijf, klinkt het. Zij zouden de dames hebben gevraagd om naar hun studio te komen. Wij als jonge meiden dachten, hoe gaaf is het als wij in de studio zijn terwijl zij een nieuw nummer aan het opnemen zijn. Eenmaal in de studio lagen er volgens deze dame drank en jointjes op tafel. Uiteindelijk ben ik met Ale meegelopen naar achter dat glas waar je altijd moet staan om te zingen en toen zoende hij met mij. Ik zei tegen hem, wat doe je? Je hebt vrouw en kinderen. Hij zei, ja, wat maakt het uit? Ik wil niet dat je praat over mijn gezin. De dame in kwestie, ik ben direct teruggelopen naar mijn vriendin en mijn vriendin was aan het huilen. Zij vertelde mij dat Brownie Dutch haar tegen hem aan wilde duwen en dat hij haar probeerde te zoenen tegen haar zin in. Vreselijk, vindt Dennis. De dames zaten vol schaamte en ongeloof. Ze durven nu met het verhaal te komen. Ze voelden zich aangerand. Het is niet prettig als je een vrouw zoent, terwijl een vrouw dat niet wil. Jan, nee, dat is aanranding. Farja Farfarda, ook wel bekend als Favri Notsavi, vindt dat Ali erg de schijn tegen heeft. Het valt hem op dat Ali de laatste dagen ineens ongelooflijk de familieman uithangt door veel Instagram-foto's met zijn kinderen te posten. Er zijn geruchten over vreemdgaan en gelijk dan maar je kinderen in de strijd gooien, zegt hij op Instagram.